januari. Martijn van Alphen, de 51, is ook een van de rijders die ons komt vervoegen voor deze finale proefstart. Vrijgegeven, dames en heren, met een mooie startvoormaat van de werk. Maar Martijn van Alphen, de Vioenheimer, tweede de kopstart neemt. En voor André Kebelen op de tweede positie, derde positie voor Mark Lunenburg. Maar Mark Lunenburg langs de binnenkant in de aanval bij André Kebelen. Aanval voor de tweede positie, Martijn van Halve gaat aan de leiding. André Gevelen op de tweede positie, dezelfde positie voor Mike Kurenburg. We krijgen op Patrick Dekker en de Hekkensluiter. Koploper hè, is Martijn van Halve in de Toyota MR2. Die probeert weg te komen bij André Gevelen. We krijgen voor Mike Kurenburg in Alfa Romeo. Thank you.